Goedemorgen, middag of avond, wanneer je ook kijkt. Ik loop mijn deur uit, want ik ga naar de debiteur van morgen, waar ik deze vlog onder andere ga maken, maar ook ga spreken. En de zon schijnt heel fel in mijn gezicht, waardoor ik bijna niks meer zie. Maar dat maakt niet uit, want daardoor kan ik nog wel mijn verhaal vertellen. Ik ga lekker spreken op het evenement De Debiteur van Morgen. Ga ik meer insights geven over generatie Z. Hoe ik als YouTuber groot ben geworden, hoe dat allemaal gegaan is en waarom het überhaupt zo populair is. Zo, daar staat hij dan. Mijn auto, let's go. Nee. Dit is niet mijn auto. Want ja, dit is mijn auto. Maar je weet wat ze zeggen over oude Toyota Corollas, hè? De betrouwbaarste bakkies. Tenminste, dat is mij verteld. Nou, ik ben er. Ik ruik de koffie al. Nou weet ik niet of dat van hier is of van het oude echtpetsfabriek die ik onderweg zag. Maar we zijn aangekomen. Ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Nou moet ik ook filmen hoe jullie lekker aan het lunchen zijn. Dan rustig gaan opstarten, dat hoort er allemaal bij. Nou zag ik hier iets bijzonders. Jullie kennen vast wel de jeugd van tegenwoordig. Dat is een band. Ik heb het nou niet over de jeugd van tegenwoordig, maar de band. Daar is ook een songtekst van je wast je handen al tijdens het plassen. Nou hier nemen ze dat heel letterlijk. Je kan dus serieus tijdens het plassen je handen wassen. De bandjes worden opgespeld zodat iedereen weet wie wie is. Ik heb er zelf nog geen trouwens. Ik ga even vragen of ik ook eentje heb. Wat ik wel heb, is mijn generatie Z sticker. Goedemiddag mevrouw. U bent van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ja, oké, generatie Z. Kent u de generatie goed, denk u? Nee, denk ik niet. Dat komt niet. Want hoe denkt u dat de manier van communiceren over bijvoorbeeld 5 jaar zou zijn? Alleen maar via e-mail of Bent u zelf al heel digitaal met de Erasmus Universiteit? We zijn vrij digitaal. Vrij digitaal. Hè? Studenten met betalingsachterstanden, gebeurt dat vaak? Nee. Oh, dat valt nog thuis. Valt mee, jongens. We gaan beginnen. Herman is inmiddels ook gearriveerd. Hallo. Hi babies. Ook even een beetje laatste testjes te doen. Werkt het allemaal? Het werkt allemaal. Uiteindelijk werkt het. Ja. En we gaan beginnen. Dus laat ze maar binnenkomen. Ze zijn niet zo enthousiast. Ik moet ze halen. Achter mij zit generatie X. Ja. En generatie X. Oh, generatie X. Ja. Weten jullie veel over generatie Z? Nee. Helemaal niks. Dat is de generatie. Ja. Dus die boven onder ons. Ik ben mee uit Zoals jullie zien is de ruimte plotseling heel leeg. Dat komt omdat de pauze nou is ingezet. Ik zie hier namelijk ook hele lekkere koeken liggen. Ik heb er even zeker eentje van nuttig dadelijk. En ik ben benieuwd wat de mensen van opgestoken hebben zo voor de pauze. Van Herman en de onderzoeksresultaten. Hallo. Hoi. Komt u vaak in aanraking met generatie Z? Iedere dag. En ja. Hoe omschrijft u nou generatie Z? Oh, vrij flexibel. Ik ben van generatie X. Mm-hmm. Nou, wij doen alles digitaal. Ja, wat ik bijzonder vind om te horen is dat generatie Z best wel onder te verdelen is eigenlijk. Je hebt zeg maar de bovenste laag van generatie Z. Die zijn juist helemaal niet zo digitaal als we allemaal denken. Terwijl de onderste laag van generatie Z, waar ik het zo meteen over ga hebben, wel aardig digitaal zijn. Alles gaat tegenwoordig via de tablets, via de mobieltjes. Terwijl juist de bovenste laag van generatie Z heel erg bezig is met juist toch nog wel fysieke afspreeklocaties hebben. En ik ben benieuwd wat mensen nou daadwerkelijk van hebben opgestoken. Want ja, je kan wel een beetje lullen, maar hebben ze er ook echt wel iets van hun oren geknoopt? We gaan het even ontdekken. Ja,
belangrijkste voor mij is veel over communicatie, maar het gaat ook om prioriteit stellen. Dat is een stukje zelfmotivatie en ik denk dat dat gewoon key is. Als dat goed is, dan komt die betaling ook af. Ja, dat moet die persoon altijd zelf maken, zelf op zich doen. Wat vonden mensen nou vandaag van de dag? Was het top of was het flop? Thuis aangekomen en wat hebben we geleerd? Geen antwoord. In ieder geval hebben we veel geleerd over generaties, maar in het bijzonder generatie Z. En terwijl iedereen het allemaal laat bezinken, ga ik genieten van een speciaal biertje dat ik heb gekregen. Mocht je nog een vraag hebben, dan kun je me altijd bereiken op mijn Twitter. Hieronder in beeld en dit is mijn Instagram. Wil jij nog wat zeggen? Nee.